Nou, wij gaan op vakantie. Ja, we nemen mee 2 nieuwe zonnebrillen en een nieuwe auto. Een hele mooie auto, een cabrio. We hebben net geparkeerd op de Ladies Night. Met nieuwe zonnebril en al. En oh, die heeft zo'n lekker stuurtje. Ik ben helemaal gek op auto's, dus ik krijg nou echt zo'n big smile. Kijk, die kilometer tellen. Ik kan net in Top Gear. Nou, het gaat zo regenen. We voelen al drupjes, hè? Ja. Voel jij al drupjes? Mijn haar raakt een beetje in de war nu. Voel jij het ook? Behoorlijk. Ik heb nu al kroes. Ik kan niet. Oeh! De riesprek zich al dood. Goed. Maar het gaat dus zo regenen. En ja, dan kun je niet meer in een cabrio rijden. Dan hebben we een dakje nodig. Een stalen dak. Oh jee. Oké. Nou, ik haal deze eruit, anders is het snoer straks weg. Oh nee, wacht, maar dat kan wel. Dat is het raam natuurlijk. Dat zit het raam. Starten, moet je hem even in zijn vrij zetten als je wil. Oh, nou ja, dat was al in de vrij. Ja. En dan start de motor maar. Oké, jij maar. Oké. Ik kan. Wat was dat ding? Oké. Ik heb toch automatisch, doe ik altijd. Ja. Oh, mag ik even? Oh, dit is gaaf! Kijk, en zo klinkt hij, hè? Ja, wat doen we? Woehoe! Het werkt! Hij doet het! Oeh! Je ziet het ook op het display. Oeh! Ah! Oh, dit is gaaf! Hou hem vast, toch? Oh, nog vast. Verder in druk nog. Ja. Doreen schrok even. Oeh. Ik schrik me toch, dat ging goed. Nou, dus nu van een cabrio is hij getransformeerd, net zo'n transformer. Dat zijn de ramen. In een auto met een dak. Transformers 3. Wij staan hier op de Ladies Night en we komen al meteen heel goed binnen met, hoe heet het, wat je ons zo gaat aanbieden? Dit is Krusko. Het is perilicorette. Het komt uit Kroatië. Dat klinkt heel goed. Dan ga je ook nog vaak op vakantie in Kroatië. Nou, dit is de Bob. Ik niet. Amanda gaat uittesten. Oh, ja, ik hou hem vast. Hij ruikt al lekker. Ik vind hem, moet je even wachten, ik vind hem echt naar kauwgomballen ruiken. Maar ik heb ook mensen gehoord die vinden het naar een nagellak remover ruiken. Wat vind jij? Het is een mix. Oh. Het is een mix. Oké. Maar is het een shotje of is het gewoon om te nippen? Likeurtje. Likeurtje toch? Ja. Je kunt het ook door koffie of warme chocolademelk drinken. Lekker. Lekker. Nou, ik ga. Komt ie. Nou, geef mij die tray maar mee. Dan vermaak ik me vanavond wel. Hij is lekker, hij is echt lekker. Helemaal geslaagd? Helemaal geslaagd. Dank jullie wel. Nou, wij staan tussen alle eetentjes. En we ruiken allemaal heerlijke geurtjes. Ja. En als eerste zien we daar de worst. En we dachten, daar gaan we sowieso even langs, hè? Naar de worst. Grunningenworst, ja. Drentse worst. Goedenavond, hallo. We zijn Stadskanaal en wij zagen uw worsten en we dachten dat lijkt ons wel lekker. Ja, dat is ook heerlijk. Mogen wij iets proeven? Jazeker. Ja, welke kunt u ons echt aanraden? Wat is nou de lekkerste worst die u heeft? Lekker iets al, ja. Probeer maar eens even. Arjan, die moet jij ook even proberen. Ja. Oh, deze vind ik wel heel lekker. Lekker. Dus dat maakt goed uit. Maar wat zit hier nou in dan? Want ik proef echt een paar dingen. Italiaanse kruiden en een beetje knoflook. Dus echt een Italiaanse worst? Ja, uiteraard. Ja. We hebben verschillende soorten. Heerlijk. De kruidnagel en dat is de Adderen met kruidnagel, de Drent. En dan heb je de Spaanse, die is hier wat pittiger. En wat is nou uw favoriet dan? De Italiaanse. Ja. Ja, de Italiaanse. Kijk. En vooral als je uitgewerkt bent en dan bij een biertje, niks mis mee. En wat voor biertje past er dan goed bij? Oh, merken ben ik al niet. Ik heb vaak Duits biertje.
Een Duits biertje met een Italiaanse worst. Ja, dat gaan wij onthouden, hè. Heerlijk. Daarom ontzettend bedankt, hè. Dankjewel. Wij hebben nu ja. Hartigs geprobeerd. Ja. Ik denk dat we nu maar iets zoets gaan doen. Dat is een heerlijke overgang, hè. Hey, dankjewel, hè. Tot ziens. Ja, en daar komen wij al. En er staat zelfs een rij. Oh. Chocola. En ik ruik iets karamelachtigs. Nou, daar lig ik dan. De haren blijven 2 weken weg. 2 weken. Dus dan heb ik 2 weken lang misschien een... doet geen pijn. Het is eigenlijk gewoon een lekkere massage. Amanda, wil je voelen? Legt een lekker zacht beentje. De babybilletjes. Nou, Doreen en ik zeiden het tegelijk al. Oh, want dit steentje, kun jij even vertellen hoe ze heet? Dames aan de dop. En wij zeiden dop, hoezo dop? Nou ja. En toen wezen ze al, en toen zeiden wij. Oh. Oh. En ook, lekker. Dus wij gaan. Heerlijk. Oh, ze zijn op, we zijn bijna klaar. We gaan wel nog terug trouwens voor de chocola. Ja, maar we zagen ook poffertjes, dus waren we weer afgeleid. Afgeleid, ja. Maar ik zie ook, jullie hebben hier ook aardbeidjes en zo liggen. Dit is wel, zijn moderne poffertjes, of niet? Ja. We hebben ook poffertjes met aardbeien, maar ook met chocolade. Dus van alles en nog wat. Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Arjan, je moet echt die mini chocoladereepjes even filmen, hoor. Oh. Dat is echt, dat moet gewoon op de film. Die zijn echt, oh, die zijn echt schattig. Dit is wel een social media. Dankjewel. Oh, dankjewel. We gaan even twitteren, instagrammen, facebooken. Kwel. Porren en... Wij gaan lekker eten. Eet smakelijk. Oh, het chocola smelt ook. Kijk. Oh, ik word gevoerd. Chocola met een poffertje. Ze zijn heel heet. Het gezicht er ook bij, hè? Hoe smaakt hij? Super lekker. Pas mij ook eens even een. Een oud-Hollands poffertje. Alles zit onder de poedersuiker. Ik moet echt morgen weer sporten, joh. Al het eten. Wij staan bij Niels. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Heeft hij ons net genoemd? Ja, rebonjour. We zijn net al geweest. Maar nu gaan we even filmen. Want wij willen wel zo'n lekker en stuk proeven. Chocola. Ja. Proeven. Poffertjes gehad, worst gehad, drank gehad. Oh, als toetje, nog graag een chocolaatje. Het gaat per kilo weg, zegt hij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er allemaal in die chocola zit. Ik denk hazelnoot. Zullen we dat eens even vragen? Meneer Niels, monsieur Niels. Bonjour. Je suis le boulanger et vous êtes à la boulangerie. Dus als je bij de bakker... Via à la boulangerie. Oui. Dus als je ergens bent, dan is het à la boulangerie. En vous êtes chez le boulanger. Chez le boulanger. Le boulanger. Oui, je suis le boulanger. Dus, en nu in Nederlands? Ik ben dus de banketbakker van origine. Ik maak dus appelrondo's. En daar heb ik ook voor de mensen... in heel Nederland bakt trouwens appeltaart. Maar ik dacht een paar jaar geleden van... Waarom bakken we nou niet in die ringetjes, die rondo-ringers? Die zie je bij de kleine bakkeringen. Ja, dus daar heb ik een conceptje voor ontwikkeld. Daar maar vind dat je... zijn meer eenhaps... Eenhapsrondjes, ja. En dan maken we binnenkort... ik ben in deze kar waar we nu staan, de bekende bakkar. Die rijdt ook naar het platteland toe. En dan maken we bij fruittelers in heel Nederland aardbeienrondo's, appelrondo's en dat soort lekkere specialiteiten. Lekker. En dan inspireren we de mensen dat ze het zelf ook thuis kunnen maken. Met mensen zitten altijd een beetje likkenbaar en zo. Oh, dat is wel ja, dat is het. Ja. Nee, dat maar hebben wij ook bij die chocola, ja, hoor. Daar staan we nou echt al een half uur omheen te draaien. Maar we zijn eigenlijk nog even benieuwd wat erin zit. Want het lijkt op iets van nootjes. Neem een hap, jullie zo samen. Nee, joh. Ja, dat kan toch, man. Nee, joh. Hier op zo'n feest mag dat gewoon. Hier, toch maar. Oh. Ja, hoe cool is dat? Is dat... Pak het in mijn mond. Is dat iets waarmee je onderweg voor vanavond? Ja, dan neem hem mee voor onderweg. Mm. Een leuk tasje mee in de oog. Ja, nou. Graag. Zeker leuk. Nou, Alex, kom naar de studio. Lekkere Belgische chocola. Hier, hier helemaal in Groningen. Maar zit ook fruit in, of niet? Ja, er zit gedroogd fruit in, amandelen en hazelnoten. Wat wil je nog meer? Nou, eigenlijk niks. Wat een verrassing. Alles wat chocola moet hebben. Zeg nou zelf, dat had je vanmorgen niet verwacht, hè? Dat je hier naartoe bij zo'n leuke bakker. Bij zo'n leuke bakker, bij Niels in de bakraam. En met chocola naar huis. Wat wil je nog meer? Mijn bril ligt in een bad. Doreen zonder bril. En Amanda zonder bril. Nou, scheelt het. Ik heb echt nog niet min 1. Dus ik zie nog wel redelijk wat. Maar jij kijkt echt alsof je... Ik zie ze vliegen.
Kunnen we niet testen hoeveel we nu nog kunnen zien? Wat we kunnen lezen? Ja, ik zie die kleine lettertjes op de camera. Daar. Wil er iemand oogmeting? Ja, Arjan. Ja. Oh, ik mijn ogen worden gemeten en ik zit echt in een soort discobal, kijk ik. Nou, meting is zelf klaar. Oh jee, oh jee. En nu? Nou, hij geeft al aan, nou, op zich hoef je geen extra meting te hebben. Maar ik zie wel dat daar dus, mocht je toch problemen hebben met veraf kijken en zo al meer, zou dus misschien er toch een bril op zijn plaats zijn. Heb je toevallig een bril? Ja, hij ligt toevallig net in dat badje bij jullie. Kijk, dat... Dus op zich, het is niet veel, hè? Nee. Het valt mee. Dat vind ik niet, het is veel niet. Nee. Maar het is wel iets. Ja, het is wel iets, ja. En het zal net juist het beeld het rustige beeld geven. Ja. Tot de volgende keer. Vanuit Stadskanaal, Ladies Night, Buisjedal. Woehoe!